vond ik het om een jeugdorkest te dirigeren. Ik heb dus nooit ambitie gehad. Op een bepaald moment kwam het op mijn weg. En toen ik een beetje door had hoe ik daarmee om moest gaan, werd het steeds leuker en steeds, had ik er steeds meer plezier in. Gespeeld. Ik heb mij ook met dirigeren bezig gehouden, met name koren, orkesten en ook big bands, omdat ik ook vroeger als jazzpianist ook vrij veel gespeeld heb en ik daar dus heel veel affiniteit mee had. En wat ik het leukste vond, muziek maken is het leukste en hoe, dat hangt niet zozeer af wat je doet, met wie je het doet en wat je doet. En dat maakt het dus of ik nou dirigeer of speel. Ik speel tegenwoordig dirigeren doe niet of nauwelijks meer. Maar het spelen in een kamerorkest, wat ik nog doe voor Stingray Brava, waar we dus opnames maken daarvoor, dat doe ik nog steeds. En ja, het is een kamerorkest met heel gezellige en enthousiaste mensen. Ja, en dat blijft natuurlijk hartstikke leuk, maar ik heb dirigeren ook altijd fantastisch gevonden. Van de leukste herinneringen, ja, er zijn er zo verschrikkelijk veel, maar eentje waar we een voorbeeldje van hebben, was, we kregen de mogelijkheid om de Pirates of the Caribbean, de muziek, de filmmuziek, die werd mij opgestuurd door een uitgeverij, of iemand die importeerde en uitgaf. En dat viel zo goed bij het orkest, dat we dat keer op keer op keer speelden. En op een bepaald moment, omdat ik kan hem straks even laten zien, zei ik op een bepaald moment van, geven de Pirates doen we dus niet als toegift, want dat heb ik al zo vaak gedaan, en nou doen we wat anders. Waarop het hele orkest de Pirates of the Caribbean inzet en ik dus niks anders overbleef dan met hun nog een keer de toegift te geven. En daar hebben we later verschrikkelijk, maar ook het publiek verschrikkelijk om te lachen. En het verste land, weet ik niet precies wat het verste is, of Curaçao of Toronto in Canada. Het vond in ieder geval heel eind, maar we hebben toch een verschrikkelijk leuke tijd gehad. Met veel plezier en veel enthousiasme. En hoe ik in contact gekomen ben met het AJO, is eigenlijk per ongeluk. Afke Mulder was toen een verrotleerling van mij, die ook voorzitter was.
En die mij op een bepaald moment, weet nog goed, ik had met de Polisje Big Band een optreden in de Ridderzaal in Den Haag voor de IPA, dus de International Police Association. En die kwam s'nachts heel laat thuis. En toen zei mijn vrouw tegen me van, je moet morgen nog om 10:30 op de repetitie bij de AIO zijn, want ze hebben op dit moment geen dirigent. Maar ze hebben een jubileumconcert. Ja, en toen stond ik daar. Ja, en zo is het gekoeld.